Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Medicombicare en Content Letselschade. Welkom bij Medical Travel, het programma dat informeert over de medische wereld in binnen- en buitenland. In deze aflevering zien we hoe het is om met een stoma te leven en zien we hoe het eraan toe gaat in de ouderenzorg anno 2014. Maar wat moet je nou doen op het moment dat je letselschade oploopt? Daarvoor gaan we naar Content Letselschade. Een letselschadespecialist is iemand die de slachtoffers van ongevallen, verkeersongevallen, bedrijfsongevallen bijstaat op de aansprakelijke verzekeraars. Je moet kunnen omgaan met de slachtoffers, je moet kunnen omgaan met de verzekeraars, dat je goede juridische kennis hebt, kennis van aansprakelijkheid. Je moet ook goed kunnen onderhandelen, je moet goed naar mensen kunnen luisteren. De belangen van de verzekeraar zijn, grof gezegd, zo min mogelijk uitkeren. En de belangen van het slachtoffer zijn zoveel mogelijk verhalen. Ja, maar zoveel mogelijk verhalen, hoe doe je dat dan? Dat kun je zelf moeilijk doen, want je hebt te maken met een professionele verzekeraar. En een bijzondere kwaliteit is om goed om te gaan met de moeilijke verzekeraars. Om het die lastig te maken op een goede manier. Want het is vaak natuurlijk ook zo, als je een ongeluk krijgt, dan krijg je al natuurlijk al het getouwtrek tussen de ene verzekering en de andere. Van wie is de aansprakelijk? Een letselschadespecialist is van belang, omdat je niet met een kluitje in het riet gestuurd moet worden. Op het moment dat je schade hebt, kun je zelf iemand kiezen. Je hebt zelf de vrijheid om een advocaat te benaderen, een letselschadeadvocaat of een register-expert. In het vak zie je ook dat er veel oudere letselschaderegelaars zijn die jarenlange ervaring hebben. Die hebben geleerd om goed om te gaan met verzekeraars, ook met de moeilijke verzekeraars. Belangrijk is nou een goede relatie met de verzekeraar. Een verzekeraar reageert er prettiger op als je een relatie hebt met een verzekeraar. Ze weten wat ze aan je hebben. Ze weten ook hoe lastig je bent. En ze weten ook dat ze je geen flauwekul hoeven te verkopen. Dus het onderhandelt een stuk vlotter. Het belangrijkste is dat je goede intake doet. Dat je hoort wat er gebeurd is. Dat je noteert wat de medische gevolgen daarvan zijn. En dan de schadeposten inventariseert in en om het huis en in het werk. Dat je van meet af aan een duidelijk verhaal hebt richting de verzekeraar. De belangenbehartiger die brengt je schadeposten in beeld, die zorgt dat je letsel goed over het voetlicht komt en die zorgt gewoon dat je een adequate schadevergoeding krijgt. Het ligt vaak gevoelig om de werkgever aansprakelijk te stellen omdat het de eigen werkgever is, maar in de praktijk zie je dat als je het niet doet, dat je later tegen problemen aan kunt lopen. Ik heb diverse keren meegemaakt dat een werkgever aansprakelijk gesteld werd alsnog nadat hij failliet was gegaan. Nou, in dat geval biedt de werkgever geen verhaalsmogelijkheden, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever. Die biedt ook geen verhaalsmogelijkheden meer omdat de claim te laat is ingediend. Namelijk niet voor het faillissement. Daarnaast is een ander aspect is de verjaring. Verjaring treedt in na 5 jaar. Dan heb je geen rechten meer. Als de werkgever benadeeld is omdat je je claim zo laat hebt ingediend dat hij redelijkerwijs het ongeval niet meer kan reconstrueren, dan werkt dat te zeer in zijn nadeel en sta je ook met lege handen. Hoe vind ik nu een gerenommeerde letselschadespecialist? Als je op internet kijkt en je ziet heel veel letselschadespecialisten en de kreet letselschadespecialist is ook geen beschermd beroep. Iedereen kan zich dat noemen. Wil je kwaliteit hebben, wil je er zeker van zijn, zoveel mogelijk zeker, kies voor een keurmerkkantoor. Als er iets mis is met je gehoor, kan dat leiden tot heel veel problemen. Maar gelukkig is er tegenwoordig veel mogelijk. Daarom gaan we nu naar Cochlear. En geef je oren de kost. Cochlear implantaat is eigenlijk geschikt voor heel veel mensen die heel slecht horen. Het is echt het laatste hulpmiddel, zeg maar, als een hoortoestel niet meer voldoende helpt. Kinderen en volwassenen die zijn daar zeer bij gebaat. Ik heb een processor aan de buitenkant met een draad eraan die de signalen doorgeeft aan het implantaat wat in mijn hoofd zit. Waardoor ik weer spraak en geluiden kan verstaan, want als ik die niet gebruik, dan ben ik helemaal doof. Het is echt voor mensen die heel slecht horen. Dus het is, zeg maar, als je een licht gehoorverlies hebt, dan kun je meestal met hoortoestellen heel goed geholpen worden. En vaak op een gegeven moment wordt het erger, hè? Dus wordt het gehoorverlies groter. En op een gegeven moment merk je dan dat een hoortoestel gewoon niet meer voldoende kan versterken. En dat is het moment dat een cochlear implantaat een goede rol kan spelen. Een normaal hoortoestel versterkt het geluid de gehoorgang in om het geluid krachtiger in het slakkenhuis aan te krijgen. Een CI gaat eigenlijk rechtstreeks een elektrische puls geven aan de gehoorzenuw. Er wordt een elektrode ingebracht, die wordt in het slakkenhuis gedraaid en daarmee gaat rechtstreeks eigenlijk wordt de hoorzenuw geprikkeld.
En dan heb je een uitwendig deel dat het geluid opvangt en het geluid eigenlijk direct doorgeeft aan het inwendige deel en dus ook aan de hoorzenuw. Mensen met een CI blijven natuurlijk doof, want op het moment dat het apparaatje niet werkt, zijn ze functioneel nog steeds doof. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Maar we zien wel dat steeds meer mensen een CI hebben. Kinderen die doof geboren worden, worden op jonge leeftijd uiteindelijk al geïmplanteerd. En we zien dat hoe jonger ze geïmplanteerd worden, hoe beter de resultaten zijn ook op latere leeftijd. Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat er een sterke relatie is tussen slechthorendheid en het krijgen van dementie. En dat is eigenlijk ook wel begrijpelijk. Hè? Dus als je niet meer geprikkeld wordt, niet meer meedoet, geen auditieve prikkels binnenkrijgt, ja, dan krijg je ook een soort degeneratie van je brein. Ik ben 's morgens om 7:30 naar de operatiezaal gegaan en ik kwam er om 13:30 uit. Eigenlijk vanaf de eerste minuut dat ik de processor kreeg, merkte ik al dat ik mensen kon verstaan. Ja, dat was een regelrechte sensatie. Ik ga er weer bij horen. Ik kon gewoon weer mijn leven oppakken wat ik deed. En ik ben gewoon vreselijk blij met mijn CI elke dag. De gezonde mens is al met 1000 dingen tegelijk bezig, terwijl de zieke mens dat maar met 1 ding is. Een gezond leven is toch wel essentieel voor een gelukkig leven. En dat is wat ze beweegt bij Medic Combicare. Door patiënten te voorzien van medische hulpmiddelen op het gebied van stoma, continentie en wondzorg. Het is toevallig bij een onderzoek is gebleken dat ik terminale blaaskanker had en dat er snel gehandeld moest worden. En ja, dat resulteerde in het verwijderen van mijn blaas en het plaatsen van een urinestoma. De stomaverpleegkundige in het ziekenhuis die leert je omgaan met je stoma, hoe je hem reinigt, hoe je je plakken aan moet brengen. Ja, die maak je eigenlijk klaar om zo snel mogelijk het ziekenhuis uit te gaan en op jezelf verder te gaan. Door de enorme variëteit aan medische hulpmiddelen is het belangrijk dat verpleegkundigen van de thuiszorg inzicht krijgen in de juiste toepassingen van deze stoma, wond- en continentiematerialen. Ik geef deze thuiszorgorganisatie een les over de nieuwste wondmaterialen. De basis zeg maar, van stomamaterialen en de basis zeg maar, van wondmaterialen eigenlijk hetzelfde doen, een goede huidconditie zeg maar, verbeteren. En daar kan je zeg maar de link mee leggen. We hebben natuurlijk zelf een heleboel kennis in huis. Er wordt hier een heleboel weer opgehaald. Het wordt je weer een keertje verteld. Het is voor een deel oh ja. En daardoor sta je steviger in je schoenen bij een steeds mondiger wordende patiënt. Buiten zeg maar, dat we hier de lessen zeg maar, verzorgen, doen we ook veel huisbezoeken. En ja, op die huisbezoeken zie je natuurlijk heel veel verschillende situaties. Dat kan van heel extreme wondproblematiek zijn, lekkageproblematieken. Die je natuurlijk wel weer ook in je lessen en in je adviezen aan de klant zeg maar, terug kan meenemen. Ik heb nog niet zo lang geleden een lekkage gehad waarvan ik geen plak meer op kon krijgen omdat de huid rondom de stoma dermate geïrriteerd was dat ik die plak niet meer op kreeg. Ik heb contact opgenomen met de klantenservice van Combicare en die hebben voorgesteld dat er een stomaverpleegkundige van Combicare contact met me opnam en thuis zou komen kijken wat er aan de hand was. We hebben net naar de stoma gekeken en ik denk dat we wel wat oplossingen voor je lekkageprobleem hebben. Mijn voorstel zou zijn om rondom de stoma een ringetje aan te gaan brengen. Zo'n ringetje is echt om rondom de stoma de boel op te vullen. En het voordeel van zo'n ringetje is dat je hem kan uitrekken. Dat zag je mij ook net doen. Ja. Dan kan je hem op maat van de stoma maken. Maar ik je vraag, heeft het ook invloed met mijn sporten of zo? Mag ik dat gewoon blijven doen? Dat kan je gewoon eigenlijk allemaal blijven doen. Mijn voorstel ook zou zijn van dat je zegt van we gaan dit even een weekje proberen. Ja. En dat ik je volgende week even terugbel hoe het gaat. Mocht het probleem toch blijven. Ja. Dat we dan zeggen van we gaan verder zoeken. Echt ontzien als een soort echt noodhulp, dat als ze niet meer bij de stomaverpleegkundige komen,
Of dat ze te ziek zijn om naar stomaverpleegkundigen in het ziekenhuis toe te gaan. Dat wij dan zeg maar op huisbezoeken gaan. Wat wij natuurlijk in eerste instantie doen is zeg maar de noodhulp geven. Maar dat geeft al voor mensen heel veel vertrouwen. Dat mensen zoiets hebben van, nou, er is iemand die het probleem op kan lossen. En ja, dat geeft een vertrouwensband. Ze is heel belangrijk. Ze luistert goed. Ze zoekt oplossingen. Ze stelt je altijd gerust van, het valt wel mee. En we hebben er altijd wel een salfje voor. Of we hebben er wel een ringetje voor. Er is altijd wel iets om op te lossen. Tot straks, na de reclame. De zorg is voortdurend in beweging en niet op zijn minst vanwege de continue bezuinigingen. En voeg daaraan de vergrijzing toe, dan is de ouderenzorg niet meer de ouderenzorg van vroeger. Nou, vandaag zijn we bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé op de locatie Berghof en ik ga een dagje meelopen. Goedemiddag mevrouw. Oh, hallo. Ik kwam even voor de ogen druppelen, is dat goed? Ja. Ach, kijk, mooi pakketje. Dat is een mooitje, hoe heet die? Jip. Ja. Hey Jip. Zal ik even druppelen? Ja. Karen, kun je wat vertellen over deze afdeling waar je werkt? Ja, het is een afdeling waar de bewoners allemaal een eigen appartement hebben van ongeveer 70 vierkante meter. Mm-hmm. En, ze hebben ook badkamer hier? Ja, ze hebben een eigen badkamer, eigen slaapkamer. Ja. Ja. En zelfs een slaapkamer zo groot dat er ook als echtpaar hier kunt wonen. Okay. De bewoners hebben de mogelijkheid om op het appartement te koken. Of ze krijgen een diepvriesmaaltijd op het appartement. En verder is er de mogelijkheid om van 12 tot 7 beneden te eten. Oké. Ik ga 's morgens een kopje koffie drinken. Krantje lezen. Babbelen met de mensen. Vind ik leuk. 'S middags lekker eten. We hebben nog een heerlijk eten gehad. Wij hebben hard genoeg gewerkt. 14 jaar gehad. Ja. We hebben bij de dagverzorging. Nou, dit voelt wel heel gezellig aan zo, toch? Ja, dat is het ook. Ja. Het is heel gezellig op de dagverzorging. Ja, maar wat doen ze zo? Nou, de mensen worden 's morgens met de taxibus gebracht. Dan drinken we eerst samen koffie. We hebben een dagprogramma. Dat ene keer is dat een spelletje, eten koken, wat bakken. Heel verschillend. Een van onze grote thema's is bewegen. We proberen veel te bewegen met de mensen. Of op de groep door gymnastiek oefeningen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3. Ook omdat ze dat vooral thuis vaak niet krijgen. Nee. Dan alleen zijn, dus daarom bieden we dat hier ook. 'S middags om 4 uur worden de mensen weer met de taxibus naar huis ingebracht. Ik heb begrepen dat er een heleboel staten veranderen ook, hè, in de ouderenzorg. Ja, er staat echt heel veel te veranderen. Door de vergrijzing worden mensen ouder. Ja. En de kosten per zorgplaats die stijgen ook. En daardoor heeft de regering drastische maatregelen genomen. Mm-hmm. En het houdt in dat de ZZP's steeds moeilijker afgegeven worden. En kun je nog even uitleggen wat ZZP betekent? ZZP, dat betekent zorgzwaartepakket. Dus mensen hebben een bepaalde zorg gekoppeld aan het budget waar ze zorg voor in kunnen kopen. Mm-hmm. En er zijn ook verschillende gradaties, hè? Ja, ZZP 5 en 7, dat is verpleeghuiszorg. Daar hebben mensen continu begeleiding en zorg nodig, 24 uur per dag. De lichtere zorg is dus ZZP 1 tot en met 3. Mm-hmm. Maar die mensen blijven dus in de toekomst, moeten die thuis blijven wonen. Met mantelzorg en vrijwilligers. En op het laatste moment kunnen ze professionele hulp inschakelen. Maar het wordt steeds moeilijker. Dus wat betekent dat? Ja, doordat mensen in een verder stadium van het ziektebeeld opgenomen worden, betekent dat voor ons dat we met dezelfde krachten wel het werk moeten doen, zwaardere zorg moeten geven aan een bewoner. Omdat ze meer begeleiding nodig hebben, meer zorg nodig hebben. Maar je hebt niet meer mankracht om het werk te doen.
Op deze locatie wordt ernaar gestreefd dat je zoveel mogelijk zelfstandigheid hebt om te wonen en te leven. Als je nou een karakterschets van het zorgcentrum zou moeten geven, hoe ziet dat eruit? Dit zorgcentrum? Ja. De Berkel bestaat uit 4 groepswoningen voor dementerende ouderen. En daarnaast heeft het 36 volwaardige appartementen waar wij nu nog de verzorgingshuiszorg, de intramurale zorg bieden. En aan de andere kant gebeurt er heel veel momenteel, hè, in de zorg. Wat houdt dat nou in voor jullie in de praktijk daadwerkelijk? In de praktijk op een hele andere manier gaan werken. Ja. Vroeger was de betaalde kracht de belangrijkste en de omgeving kwam erbij, om zo te zeggen. Ja, ondergeschikt. En nu is de mantelzorger en de vrijwilliger wordt veel belangrijker en wij worden ondergeschikt. Dus dat is al een hele cultuuromslag. Ja. En dat betekent ook dat je uiteindelijk met minder personeel te maken zal hebben. Hm. En dat is de uitdaging, zoals dat dan heet, waar we nu voor staan. Ja, een hele grote uitdaging. Een hele grote uitdaging, ja. Het gaat om voor onze stichting toch 150 tot 200 banen. Dat plaatsen, fulltime. Ja. Dus dat in de praktijk zijn dat er dubbele, zeg maar. En over welke tijdsperiode praten? Dat zal in een periode van 2-3 jaar gebeuren. Is daar iets aan te doen? Alleen proberen het te temporiseren, waardoor je geen gedwongen ontslagen hoeft te doen. En dat is heel lastig. Wat betekent dat voor de ouderen zelf? Dat ze langer thuis moeten wonen. Afhankelijker worden van de kinderen of de omgeving, van de vrijwilligers. Als dat niet kan, dat ze dan veel meer zelf zullen moeten betalen als ze dat kunnen. En pas daarna kunnen ze aankloppen bij of de gemeente of bij de AWBZ. Mm-hmm. Dus ja, het automatisme van ik heb zorg nodig, ik krijg het betaald. Dat is voor wij. Ja, turbulent momenteel het leven in de zorg. Maar gelukkig heb ik vandaag kunnen zien dat de mensen die hier betrokken zijn, ook echt betrokken zijn met hun hart. En wil je meer informatie over ouderenzorg, ga dan naar onze website. Voor sommige mensen is zoiets simpels als naar het toilet gaan niet vanzelfsprekend. En voor die mensen ontwikkelt Laguni aangepaste stoelen. Een douchestoel is een heel essentieel onderdeel van mij, omdat het, ik ga ermee naar het toilet, ik douche ermee. Ik kan namelijk niet staan, dus. En dan is het voordeel van de Laguni douchestoel dat die ook nog eens heel licht is en wendbaar. En ik heb niet zo'n hele grote badkamer, dus dat is wel een voordeel. Ik was op zoek naar een douche-toiletrolstoel die een beetje eigenschappen had van een dagstoel die ik dagelijks gebruik. Even comfortabel, even licht, even wendbaar, even makkelijk mee te nemen. Maar dan eentje waarmee ik kon douchen en naar het toilet kon gaan. En zodoende heb ik deze douche-toiletrolstoel ontwikkeld. Ja, de meeste rolstoelen zijn wat ziekenhuizen achtergaan. Dit is een wat vlotter gestroomlijnde douchestoel die ook nog eens heel licht is. En kan er wat beter mee voor de dag komen, zeg maar. Het principe douche-toiletrolstoel bestond al. Alleen ze waren heel zwaar en lomp. Of ze waren te licht en te gammel. En ze konden niet mee op reis of op vakantie. Ja, ik ga ook vrij regelmatig naar Frankrijk om te fietsen. Ik heb een lichtfiets. En dan wil ik eigenlijk wel hetzelfde comfort ook hebben als dat ik thuis heb. Dus dan is het wel handig dat die vrij compact mee te nemen is. Kom je in aanmerking voor een douche-toiletrolstoel, dan wordt die vergoed door het WMO of je krijgt een PGB. Je dient een aanvraag in bij de gemeente, ik heb een douche-toiletrolstoel nodig. Die sturen dan een WMO-consulent langs om te beoordelen of je hem nodig hebt of niet. Dat blijkt dan uit wat voor lichamelijke handicap of aandoening je hebt. Hun beslissen dan, oké, je hebt een douche-toiletrolstoel nodig. Een douche-toel is een essentieel onderdeel voor mijn dagelijks leven, omdat ik gewoon niet zonder kan. Ik kan dan niet naar het toilet en ik kan niet douchen. Nou, dat zijn wel twee heel essentiële dingen. We zijn hier bij een medisch bedrijf dat zeer innovatief bezig is op het gebied van traumatologie en orthopedie. Nou, en vandaag gaan we ons toespitsen op 2 unieke producten. En dit is nou één van die unieke producten, maar wat houdt het in, Stefan? Kun je mij helpen? Nou, dit is een disposable bloedleegteband. Dat wordt eigenlijk gebruikt om zeg maar, een bloedvrije veld te creëren als de arts aan het opereren is. Ja? Je kan hem even bij je omdoen. Dan houdt de hand zo. Ja? Ja. En dan trek ik hem over je pols heen. Ja. Oeps!
En wat is nou zo uniek aan dit product? Nou, Hemaclear is een bloedverwijderend steriel tourniquet. Het is eigenlijk een alles-in-één product. En het verbetert de klinische prestaties van de arts, omdat hij zeg maar, een beter zicht heeft op zijn werkveld. En het bespaart ook nog eens tijd in de operatiekamer. Ja, dus dat je bloedvrij kunt opereren. En straks gaan we kijken bij een operatie waar dit product gebruikt wordt. En wat voor operatie is dat dan, Johan? Dat is een middenvoetoperatie. Waarbij wij gaan realiseren, als je een breuk hebt, wat ik hier aan kan wijzen, een breuk hebt in je middenvoet, zeg maar even, dan moet je zorgen dat er voldoende compressie is over de gehele lengte van de breuk. Ja. En dat gaan we realiseren met deze compressieschroef. Maar de operatie vindt niet hier plaats, waar gaan we naartoe? Nee, we gaan naar Bergen-op-Zoom. En daar vindt een operatie plaats waar deze producten gebruikt worden. We gaan goed voor u zorgen. We gaan zo eventjes met, als iedereen er is, nog eventjes wat vragen met u doornemen en dan gaan we beginnen. Oké, ja? Ben klaar voor. Goed zo. Het voordeel, we hebben nu een nieuwe schroef is ontwikkeld die eigenlijk die twee vlakken, want het voornaamste is dat je die twee vlakken die je creëert goed tegen elkaar aandrukt, dat het vast gaat groeien. Vaak heb je dan toch last van een schroefkop die uitsteekt. En deze schroef ligt zeg maar verzonken in het bot en die geeft hele goede compressie. Hij gaat er in een schuin vlak in en daardoor trekt hij dat hele vlak er eigenlijk naartoe. Hoe belangrijk zijn nu eigenlijk deze nieuwe ontwikkelingen voor jullie? Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd belangrijk. Het houdt ons scherp in het vak en we merken dat op een gegeven moment operaties technisch makkelijker uitvoerbaar zijn. En wat ik zeg, dat komt ook ten goede voor de patiënt. Ja, je ziet hier zit allemaal kraakbeen op. Hè? Kraakbeen groeit niet aan elkaar. Dus je moet uiteindelijk gewoon twee vlakken creëren die goed uit bot bestaan. Ja. En dat kan aan elkaar vastgroeien. Ja, het kraakbeen is er tussenuit. Ja. Nu gaan we aan de ene kant deze schroef plaatsen. Ja. Die houdt zeg maar dit hele botstuk vast. En dan gaat deze schroef die gaat hier doorheen. En je ziet dat dit is een aparte schroef. Want dit is een schroef die niet overal de windingen heeft, maar die windingen houden op. En dan krijg je dus zeg maar een trekschroef. Dus die trekt dit gedeelte. Aflevering gemist? Ga dan naar rtlxl.nl. Nou, dat was het alweer voor deze aflevering van Medical Travel. Heel graag tot volgende week. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Medicombicare en Content Letselschade.